In een moment ben ik gewoon een leuke YouTuber met leuke video's. Dat was in de vorige video. Thanks, die staat in trending. We did great. Andere moment. Fucking al je geld. Fucking al je. PayPal staat in de beschrijving. Al je fuck. Weet jullie wat het ding is? Ik zou jullie bedreigen om geld te doneren aan mij. Maar dat doe ik niet. Omdat ik een vriendelijke guy ben. In de komende 3 minuten van deze video zien jullie een zelfgemaakte reclame door mij om geld in te zamelen. Niet denken dat ik een fucking hond ben of zo. Like, het is grappig, maar het is wel serieus. Edit hieronder wel waar ik kan skippen. Kijk, als jij geen fuck geeft om Fortnite, als jij geen Fortnite account hebt, als je denkt, hey, fuck, fuck, dan kan je het skippen. Dat heeft er niks mee te maken. Maar stel, het is gratis geld voor mij. Als je niet wil dat ik jullie bedreig. Hey! De mensen van Fortnite contacten mij en ze belden naar mij en ze zeiden van. Hello, Mr. Acid. Ze zeiden van, yo, fucka, jullie spel suck. En ze zeiden van, thanks, thanks, we love you. En toen zeiden ze van, er is niet echt een content creator in België. Of wel, ik zag van, nee, ik ben de enige. Ze zagen van, oké, wij zien dat je de beste Fortnite player bent. Wij zien dat jouw views. Boom. Dus daarom willen we jouw creator code geven. Als je naar de fucking item shop gaat en je drukt op het vierkantje, dan voer je dit in. NathanXAcid. Ik weet niet wie er nu staat bij jou. Ik weet niet of er iemand staat bij jou. Het kan maar geen fuck rekken. Typ hierin NathanXAcid, delete wie er staat en typ mij in. Stel er staat een grote streamer of zo. TV. Why the fuck? Zou je zijn naam daar is dat? Ik bedoel, hij weet toch niet wie je bent. En hij heeft al genoeg gehaald. Hij verdient mij elke stream fucking 3 ton of zo. Ik. De lokale fucking kruidenier. Snap je? Support your fucking locals. Waarom zou je hier een of andere guy uit Amerika zetten als je op mij erin kan zetten? Dit is een makkelijke manier voor mij om aan guap te komen. Dus typ dit in. Dan ben je achterbroer. Doe dat niet. Fake. Dan krijg ik 5% van al jouw aankoop. En anders gaat dat naar huis. NathanXAcid. En doe dat. En koop een beetje skins. Stel je hebt een kleine broer die elke week fucking 1000 euro aan V-Bucks koopt. Sneak naar zijn PlayStation als hij aan het druk is. Steek daarin NathanXAcid. En ga slapen. Dan ga je met een goed gevoel gaan slapen. En dan leg je je bed en denk je van ha. Ik ben een achterbroer. Zo, yes. Creator code NathanXAcid. Misschien moet ik die er ook ergens in beeld zetten over de rest van deze video. Het is gewoon even tonen dat ik die quick skill heb, dat ik die quick win kan pakken. Zo is het op Twitch ook. Easy games, quick wins. Dus even die promo toch, creator code NathanXAcid. Als ik de enige Belgen ben met een code, je zou enkel de creator code mogen gebruiken van iemand die Combat Pro speelt. Moet iemand mindfucken door heel de tijd de deur open en dicht te doen. Er is een easy tactic om games te winnen vanuit Tilted Towers. Dat waren 2 kills. Easy games. Bye. Bye. Oh, wat een nap. Bye. Ongeëvenaarde shotgun accuracy. One down. Ander is hier. Bye. Bye. Ze blijven komen. Maar ze snappen niet van. Bye. Ik had bijna deze trap niet gezien. Gelukkig had ik hem wel gezien. Ik ben big bro. Zoals ik al eerder gezegd dat dit spel is een lachertje, man. Ik snap niet dat dit spel serieus genomen wordt. Stel je voor je kan een fucking raket tegen de neus van dat ding schieten. We hebben hem er afgeschoten. Deze guy is zwaar one shot, maar natuurlijk gaan ze kill geript worden. Ja. Of hij wordt niet gestolen. Creator code NathanXAcid, waar fuck wacht u nog op? Je had al 10 skins kunnen kopen in de tijd dat je naar deze fucking video aan het kijken bent. Er zijn er mooie skins in de shop. Waarom give a fuck op een pickaxe of zo? Oh fuck. Fuck. Creator code NathanXAcid. Killed a guy met 2 kills. Hey, bedankt voor het kijken naar deze ad. Als je hebt doorgeklikt naar dit moment van de video. Dat is een grapje. Jullie zijn allemaal broers. Misschien moet je toch teruggaan. Je kan nog teruggaan. Je kan nog altijd kijken. Ik bedank wel om te kijken. Let's start this video off. Soms hou ik wel eens van een goede throwback. Throwbacks na 1 jaar of 2 jaar geleden. Die goede oude tijd. Dit is een leuke throwback. Oh shit, the guy falls down. A little skanky way. Ik ben nooit een skanker geweest. Nooit. Like... Stop. Stop nu dat het nog kan. The fuck was je aan het doen eigenlijk? Fucking hell. Jump up is meer dan muziek. Het is... level. This guy heeft goede moves, man. Jullie kennen die floss guy toch? Die guy die op Genius is geweest met zijn floss liedje en zo. Yo. Sure hope I'm doing this right. There's age limits to this here. I think I done passed mine. Ik zag die. Toen besefte ik weer van what the fuck. Hoezo haat iedereen hierop? This guy actually bringing some heat to the scene. You spread your legs, then you put your arms out and go left to right, left to right. Dit zijn bars. Iedereen haat hierop. Hoezo? Je bent spontaan zin te krijgen om te flossen, toch?
what the fuck is er gebeurd met deze guy? En hij heeft dat palmboom op zijn hoofd en zo. Kun je even terug aan dat moment, voordat hij een beetje geld had en voordat hij dacht dat hij wereldbekend was? Toen was hij echt grappig. Toen was hij echt funny. Ik had daar een video over gemaakt, 2 jaar geleden of zo. Toen ik naar kijk en dacht van, yo, deze guy, hij herkent niet van zichzelf dat hij iets grappig heeft gedaan, dus het is wel funny. Hier was hij de goat, man. Op zijn kamertje, met bloempotkapsel, zijn lange fucking benen. Hier was hij hard, man. Ik zag dit, ik dacht van, what the fuck? Hier was hij grappig, man. Waarom verliezen we allemaal zo mensen aan? Nu is hij op een moment gekomen dat hij Fortnite aanklacht toen ze zijn dansje gestolen hebben. Het is een fucking dansje. Ergens diep van binnen zit deze backpack kit nog altijd in dat kleine palmboompje die nu op de achterkant van zijn haar staat. Weet dat hij er nog is? Wat de goat, man. Binnen een paar jaar maak je het floss in liedje. Wat een fucking los. Ding is, hij heeft niet echt meer te bieden dan zijn flossdansje, denk ik. Hij flost overal. Wat is er gebeurd met deze dance moves? Ik vind deze ook wel hard. Nee, dan doe hij even. Hetzelfde zijn bijna zo lang. De backpack kit. Nu veranderd in Mr. Floss met palmboom op hoofd, man. The fire that you started in me. But you never came back to ask it. Maybe smash the fucking like button if you do a floss dance move battle with Billie Eilish. What the fuck? Het is gewoon kat ASMR. Ik probeer mijn kat altijd zo worstjes te geven zo, of groenten of iets, maar hij chopt alleen maar die rare blikvoer, man. Dit is eigenlijk wel pretty satisfying. Hey pussy! Pussy! Je wilt een fucking kipfilet? No. Lekker man van de grond. Ja, neem je kipfilet mee. Ja. Ik had de haat in mijn. Nu wat ik net gezien heb. Ik weet niet of het even erg is als Gio die probeert XXXTentacion uit te spreken. Ik heb nu de muziek van X opstaan, XXXTentacion. Rip XXXTentacion, man. Never forget! Rip XXXTentacion. We zijn terug bij dansvideo's, man. Ik wil ook vissen, man. XXXTentacion. Hello, fish. How you doing? Als je dat niet cute bent, oh no, man. Deze video zie. Was had toch visjes? Dan denk ik altijd terug aan de periode van de pikvis, man. Sinds dat de pikvis is uitgestorven, weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar ik word echt al lang bedreigd door de viscommunity. Veel mensen vinden het dan leuk om een cadeau mee te brengen naar mijn huis. Like, dit is geen fucking cadeau. Rip deze vis. Het is een haring. Kijk, ik weet niet wat jullie meebrengen naar mijn huis soms. Bedankt voor deze vis. Bij 10.000 likes, tongzoen ik met deze vis. Ik ga niet liggen, het smaakt nog redelijk lekker. Nice little fishy. Oh, mijn kamer ruikt nu super lekker. Eén stom grapje. Nice. See this little girl? This little girl just respecting the fishies, man. There's nothing to wear. Did you guys hear that? I'm scared. I don't know what was that, guys. And I didn't do that. Ik wil niet zeggen dat iemand in mijn klas dat hierop lijkt, man. When you fart, but it's a fucking ghost. Do that. I'm scared. Hoe leaken deze video's? Is dit ooit op internet gekomen? Maar de fuck zou je dit delen met iemand? Hier, kijk, een video van ik die als kind de fucking scheid laten zag dat het een spook is. Thanks for sharing. To call me poo. Now when they counter strike, I leave them in the dust too. Oeh, zo'n harde lijn, man. Now when they counter strike, I leave them in the dust too. Dat is een great song, Hanwe. Thanks for sharing. Jullie weten dat Hanwe eigenlijk echt wel de fucking goat is, toch? De ene dag uploadt hij een leuke Fortnite dansvideo. Organiseer ik de Jam Dance Challenge. 60 kids zijn vandaag naar de Mediamarkt gekomen om hun Fortnite dance moves te showen. En dan gaan we kijken wie de beste is. Dit is een heftige video. Ga je Fortnite dansjes. Alsjeblieft. Ga je Fortnite. Ga je Fortnite. Don't do it. Jullie kiezen gelijk de moeilijkste. Jullie kiezen gelijk de moeilijkste. Handen, what the fuck doe je, man? De ene dag een Fortnite dance campagne. De andere dag. Je ziet hoe ik zijn neus breek. De andere keer dit. Dit is hard, snap je? Je hebt harde patatten, man. Jullie kiezen gelijk de moeilijkste.
niet zo goed wat het hele idee erachter is. Ik zie het wel, dat is goud, maar... This guy chop pussy met neus. Niet iedereen op internet is hoe je denkt dat ze zijn, snap je? Is Hanwei de Fortnite Dance Battle Challenge Master? Of is Hanwei de grote bokser? We'll never know. Oké, het gaat... Meld je nu aan via de link in mijn bio om mee te doen aan de Jam Dance Challenge in de Mediamarkt Rotterdam. Rustig. En maak kans op het XL Jam pakket. Doe nu mee aan de Fortnite Dance. What is up mensen, zaterdag 19 januari ben ik dus hier te vinden in de Mediamarkt in Rotterdam. Van 10 tot 12 uur 's ochtends tijdens de Jam Fortnite Dance Battle. Jam Fortnite Dance Battle. Fortnite Jam Dance Challenge Battle. Jongens, dit was het dan voor vandaag. Bedankt om te kijken. Ik moet even leggen man. Mijn hart is weer aan het kloppen zo. Ik vond het helemaal lekker niet bij kon zijn bij de Fortnite Dance Battle Challenge Fortnite. Bedankt om te kijken naar deze video en vergeet niet... Geef me al je fucking geld. Geef me al je geld. En vergeet niet de creator code in te tikken, anders kan ik deze Apple Watch nooit meer opladen. Hallo. Ik moest heel de tijd denken aan al die stomme reacties die ik kreeg van mensen. En dan dacht ik van, yo, dan moet ik echt een fucking fucking blij dat ik het niet heb gedaan. Want op een bepaald moment gaat alles met je fucking goed. En opeens vindt iedereen heel normaal waarom. Opeens gaat alles goed. Ik houd me. Ik heb veel abonnees. Veel mensen kijken naar mijn video's. Veel mensen vinden het leuk. Dat sluit iedereen er zelf ineens bij aan. Dat is onnormaal. Mensen die mij